Deze prijsschotel is een fantastisch vegetarisch gerecht. Om het te maken doe je een scheutje olijfolie in een zware pan die dadelijk ook in de oven kan. Doe je een teentje knoflook in de pan en tijmblaadjes. Dat roer je even goed door. En dan doe je de prei erbij. Die prei heb je natuurlijk eerst goed gewassen. Nou, dat roer je goed om en dat laat je een tijdje staan. Ondertussen snij je aardappelschijfjes en die zet je op in water. Nou, na 5 minuten kun je een scheutje witte wijn bij de prei doen, dan verdampt de alcohol ondertussen. Nou, de aardappelschijfjes die koken bijna. Wanneer ze bijna koken haal je ze direct van het vuur en giet je ze af. Je wil niet dat ze te gaar worden. Dan doe je room bij de prei en daar gaat kaas over. Ik vind een licht belegen kaas erg lekker. Daar doe je de aardappelschijfjes op en je maakt het af weer met kaas. En dat schuif je als geheel in een oven op 200 graden. Nou, dat zet je 5 minuten in de oven en het laatste stukje even grillen. Voor een mooi krokant korstje.